Hey, hallo en leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van ons grote avontuur hier in Hongarije. En leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag vrijdag 13 september. Mijn stem moet nog een beetje terugkomen. We hebben gisteravond een leuke avond bij de overbuur gehad. De overbuurvrouw was jarig, dus we hebben gigantisch gelachen weer met de kleinkinderen. En ja, het was gewoon weer beren gezellig. Maar vandaag is weer een nieuwe dag. Alleen vandaag voorspelt hij weer heel de dag regen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, we zijn heel erg blij. Heel de zomer, bijna geen druppel gevallen. Kurkdroog, onwijs warme hitte dagen gehad. Weken, hittegolven, alles erop en eraan. En nu regent het. Aankomende dagen voorspellen ze ook alleen maar regen. Dus lekker herfstig. Patrick zit gewoon al met een dik vest aan in huis. Ik zeg nou, nog even. En dan kunnen de kaarsjes weer aan, de kachel weer aan. Gezellig, lekker cozy. Nou ja, we gaan zien wat we vandaag gaan doen. We wensen jullie wel heel veel kijkplezier met deze nieuwe vlog. En uiteraard is er gisteren weer van alles mee naar huis gekomen vanaf de overkant. Dus. Meneertje koekenpeertje. Lus jij hier wat van? Ik heb net dingen zo. Want als je een taartje wil, dan kan ik een bordje pakken. Oké. Okay. Oh, je had wel ontbeten? Ja. Nou, het is in ieder geval koffietijd. Dan ga ik voor jullie even een koekje pakken. Goed? Ga je... Voor hun? Koffietijd? Ja, die, ik weet dat ze net eten hebben gehad. Maar het is toch koffietijd? We zitten allemaal aan de chocola en aan de koffie. Oké, dan doen we over een uurtje dan, kinders. Ja, nou ben je er al, dan komt je er al. Nou, dan doen we nu eentje, een kleintje. En dan doen we zo meteen over een uurtje nog eentje. Goed? Gaat dit gewoon weer in de koelkast. Dat klopt. Hé? Ja. Ja, nou, kom, kijken dan. Kom, kijken dan. Het gaat terug dan. Oi, 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 oi. Oei, 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 oei. Een klein koekje voor bakkers en een klein koekje voor iets. Oei, oei. Nee, terug. Eerst lamp aan, want ziet niks. Wat willen jullie? Deze? Een kleintje voor nu? Met de koffietijd nog eentje dan, hè? We doen over een uurtje dan echt nog een keer koffietijd. Ja. Oei, oei, oei. Eén, tweeën. Hopla, één, tweeën. Hopla, goed zo. Nou, de video staat weer te renderen naar YouTube. En buiten is het nog steeds nattig en grauw. Nou, ik zal eens in de woonkamer gaan kijken hoe het daar staat. En of ze nu tijd zijn aan de echte koffiemomentje. Aan het echte koffiemomentje. Want daar zijn we wel weer aan toe. Maar dit is wel in ieder geval weer gebeurd. Ik vind het altijd zo leuk. Het terugkijken van de beelden. En het monteren daarvan. En de stukjes eruit te halen. En erin te zetten. En op volgorde te zetten. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En het is dubbel genieten. Want Patrick kijkt zodra de film... Het YouTube-filmpje, onze vlog online is, staat daar, zit hij hem ook te kijken. Dus dat is superleuk. Dat ik dan 's ochtends hoor je dan onze geluidjes door ons huis heen. Wel een beetje awkward soms, want dan hoor je onze eigen stemmen en dan hoor je ineens de honden en dan kijken de honden naar de tv. En heel apart natuurlijk. Maar nu is het eerst tijd voor het tweede bakje koffie en bakje, het tweede bakje pleur, zoals wij het noemen, en een chocomelletje. Zo ben je grotig. Nou, kom jij maar koekeloeren. Ik zal koffie zetten. Ja, maar jij wilde kijken wat voor taartje je wilde. Dat was allemaal klaar. Nee, dat staat nog niet klaar, want ik was bezig op het kantoor. Dat staat hier, dat staat hier, dat staat hier. Je kunt eruit kiezen, meneertje koekenpeertje. Dat heb je gekregen van Maria. Ja, dat dacht ik al, dat je die wilde. Daarom zei ik, wil je een stukje taart? Dus. Wil je die taart? Dus. Wil je die taart? Dus. Nou, je weet een bordje te vinden, een vorkje. Ja? Zij staat... Nee, daarom stond ik, pakte ik de camera. Zij had gewoon heel zachtjes te wachten op dat tweede koekje. Want die had mij dat horen zeggen. Dus die zag jou vanuit de keuken naar de ton lopen. Ik
Dus die dacht, ik ga gewoon heel braaf, heel stilletjes zitten. Hij heeft het wel gepakt op bakken. Als het vrouwtje de koffie en het bakje heeft gepakt, dan krijgen jullie het ook. Ja, koffietijd hè, bakkes. Koffietijd. Iso, het grote stuk. Ja, het grote stuk is voor jou, het kleine stukje is voor mij. Dat is nog een groot stuk, vind ik. Dat is te flatsen. Maar, jij wilde dat ik ergens naar kwam kijken. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een gezonde van het geld. Want deze werkt gewoon nog goed. En straks als we nieuwe leidingen leggen... Maar als we straks nieuwe leidingen leggen, is die misschien gewoon een stuk beter. Bak eens het koekje. Ja, dat begrijpen ze nou niet meer. Ik kan het zeggen. Nasta. Nou, wat er allemaal mee gegooid dit bak is. Moet je allemaal zoeken naar het koekje? Poepen. Je moet poepen, Izzy. Wij staan hier onder de overkappen, maar jij moet gewoon even door de regen heen. Zij werd er ook lief, hè, voor die honden. Maak ze vergeten, dan ga ik even terug. Oh ja, ik ben vergeten. Ja, bakken ze erachter. En het regent, het pannetje wordt het nat. Ik heb zojuist weer een mail gehad van dat Google en van dat YouTube gedoe. Ja, momenteel staat mijn pet er niet meer naar en ben ik echt helemaal klaar mee. Elke keer met alles en nog wat in te vullen en dan weer zeggen dat het weer niet goed is. En... Dus we gaan zo samen weer achter de computer duiken. Hier zijn wij. Nat hè? Hey, bak. Nat hè? Dat is. Nat is. Je zou maar hondenleven hebben. In de regen moeten plassen en poepen. Moeten jullie eigenlijk gewoon leren op de wc te gaan? Dan heb je dat niet, hè? Nee, dan hoef je niet door de regen heen, hè? Ja, hè? Dan hoef je niet door de regen heen. Ja. Dan hoef je niet door de regen heen. Maar dat moet nu wel, hè? Ja. Ben je blij? Nou, was het weer. En het regent. Jullie alleen maar slapen, hè? Slapen. Hé, hey, Izzy, doe jij alleen maar slapen? Slapen. Ja, dat komt door het weer, hè. Moeten we allemaal weer gaan wennen. Zo moesten we aan de bloedhitte wennen, zo moeten we weer even aan de herfstachtige weer wennen. Bakken zonder snurken. Zo, de afwas is ook weer gedaan. Moest ook natuurlijk gewoon gebeuren, hè? Al die klusjes, die gaan ook gewoon door. Maar we wisten nog niet zo goed wat we vandaag zouden gaan eten. Want we waren nog niet over uit. Kregen we een uitnodiging dat we zondag bij vrienden kunnen komen eten. Super gezellig. En lekker natuurlijk. En heerlijk, dat hoef ik niet te koken. Dat is ook wel eens een keer lekker. Terwijl we gisteren ook bij de buren zijn gaan eten, hoefde ik ook al niet te koken. Wat een luxe deze week. Dus dat betekent dat het vandaag is vrijdag, dat we dan zondag niet de plaatpizza eten. Wij eten vaak in het weekend de plaatpizza met onze eigen groentjes van de tuin en zo. Dat vindt Patrick vooral heel erg lekker. Bij mij komt het soms als mijn strot uit en dan sla ik het een keer over. Maar dus zondag gaan we uit eten. Dus dat betekent dat we vandaag plaatpizza gaan maken. Dan hebben we morgen ook nog plaatpizza. Dus dat betekent dat ik uien mee ga nemen. Paprika uit de vriezer ga halen. Want ik ga nu niet naar de tuin om nog paprika te oogsten. Want het zit ook gewoon in de vriezer. En ik vind het iets te nat om nu naar achteren de moestuin in te lopen. Dat is iets te glibberig voor. Zeg, dat risico ga ik niet nemen. Uitjes mee. Paprika uit de vriezer. En dan kan ik dat laten ontdooien. En dan kan ik straks plaatpizza maken. Dat betekent wel dat we iets later eten vandaag. Maar ik vind het helemaal prima. Want er zit ook met van alles nog wel bezig. Wie gaat er weer naar buiten kijken? Ga mee met de baas naar de schuur. De baas gaat aan de klus. Ja, naar de schuur. Gaan we naar de schuur. Ja, ga jullie maar eens naar de schuur. Mijn sokjes aan, bakken. Ja, sokjes aan, muts op, sjaal om, schoenen aan.
Hebben jullie weer jullie lekker plekje? Hebben jullie weer lekker jullie plekje? Hier. Alleen de kachel doet het nog niet, hè? Nee. Moederbord, het nieuwe moederbord is besteld. Dat is onderweg. Ja. En de baas is bezig met de bosmaaier die in onderhoud heeft. Waar de nieuwe boezie al ingeplaatst is, waardoor hij dit alweer doet. Maar nou is hij een onderhoudsbeurtje aan het geven. Toch? hoe is het, hoe stofjas? Is die goed zo met die mouwen? Ja? Het ziet er een beetje gek uit. Ja, het ziet er een beetje gek uit, maar ja, je wilde dat hij smal was. Dat je niet meer ergens bleef achterhangen. Dus. Lekker bezig. Het is ook wel frisjes, hè? Fris piano. Ja. Dat zijn we niet meer gewend, hè, die frisse temperaturen. 16,5. Ja. Een stiel. Ja. Toen zijn er heel veel stielen hier in onderhoud al gekomen, hè? Ja. Ja. We hebben zelf geen stiels, maar er zijn veel stielen hier op de werkbank al geweest. Ook al is het een beetje winderig en frisjes buiten, behoorlijk frisjes natuurlijk, is het wel tijd om te kijken hoe het met onze jacuzzi gesteld is. Want dan gaan we vanavond wel even lekker warm bubbelen. Oh, hij is gewoon al warm. Asta. Oh, je zou er toch zo in willen duiken. Maar dat doen we vanavond. Eerst nog andere dingen te doen. Hey Easy, eerst nog andere dingen te doen. Ja, het zou toch lekker zijn, hè, nou de jacuzzi in duiken. Maar dat doen we nou nog niet, hè. We hebben nog genoeg te doen. Ja. Vrouwtje is binnen bezig. Vrouwtje gaat zo meteen even al jullie haren opvegen in plaats van stofzuigen. Even vegen. Ja. Ja. Het cel is hier ook al losgekomen. Maar ja. We moeten nog steeds het hout kijken. Maar dat lukt ons niet. Want in ieder geval deze dagen gaan we dat niet doen. Oh. Ik wil dat cel pakken. Zien jullie dat? Maar ik kan er niet doorheen. Oh, het oogje is echt weg. Weg, weg. Oh ja. Kijk, je hebt nog een oogje aan, maar dat is natuurlijk eruit gescheurd met die wind. Jammer! Zo, ik kan ook naar de kliko. Laat zien. Daar lopen de twee draakjes om. Moet jij zo blaffen, kleintje? Omdat ik een vuilniszak in de kliko gooi. Moet je daarom zo blaffen? Moet je daarom zo blaffen? Hé? Ik moet daarom in bakken zo blaffen. Ga je weer de andere kant erop klimmen? Nee toch? Terwijl ik binnen lekker bezig ben met van alles en nog wat. Ik heb meteen alles de boel weer aangeveegd, maar al jullie haartjes, hè. Dat scheelt allemaal weer in de vuilniszak of in de zak van de stofzuiger. Ja. En de prullenbak geleegd, allemaal zulke soort taakjes. Is Patrick bezig geweest met deze bosmaaier. En onderhoudsbeurtje geven en hij is er helemaal klaar. Dus die kan ook weer opgehaald worden. En dan is dat ook weer afgerond, hè, Easy. Ja. Maar nou is hij nog wat dingen aan het opzoeken over de bosmaaier. Daar zegt, er zit geen originele kop op. Er zit een andere kop op. Dan die erop hoort eigenlijk. Maar ja, hij functioneert, dus dat is goed, hè. En
En van de Bosmaier gaat hij naar de auto. Dan zit de auto binnen. We hebben van die, hoe moet je dat eigenlijk, windschermen? Ja. Die, bij deze zat hij los, dat zie je. Nou, hier waren ze al vanaf gegaan. Heb ik tijdens het rijden, vorig jaar heb ik ze eraf gehaald. Omdat ik ze zag klapperen. Maar op een of andere manier blijven ze niet echt lekker zitten. Dus ging Patrick naar kijken. Als je het niet meer weet, of als je het niet meer weet, dan moet je gebruiken Purr of Kit. Dus nou ja, die klemmetjes, die hadden we toen al. Had jij dat toen al, toen jij die klemmetjes erop zette, vond jij hem al niks, hè? Toen je dat in Nederland deed. Toen zei je al van nou, dat zal niet lang blijven zitten. Dat is ook al niks. Dus Patrick gaat kitten. Natuurlijk niet het raam vast kitten, jongens. Nee, deze kitten. Hier zo kit op doen, niet op het raam. Dus, maar ik moest erbij blijven, want ik mag de ramen open en dicht doen. Ik heb het vandaag het bedieningsknopje wat ik mag bedienen. Daar ben ik goed voor vandaag. Hé, hey, bakkes! Ja. Let's go. Kitten, kitten, kitten. Ik ga even tegenhouden. Yes. Ja? Nou, ga ik het knopje doen. Voilà. Goed, meneer? Ah, moet je... Ik kan zeggen, moet je een doekje hebben, nut? Doe maar op een stofjas. Ik kom de schuur in lopen. Ik denk, wat is dit nou weer? Ik denk, oh, dat komt niet goed. Er zit iets onder aan de deur. Maar dat komt hier gewoon uit. Want Patrick, en dat wist ik natuurlijk ook niet. We wisten helemaal niet dat we ook een interieurfilter hadden. Dus, ja, we hebben nog nooit zo'n dure auto gehad. Nee, gelukkig is het ook tweedehands. Maar hoort het ook zo dat hij zo'n pochje heeft dan? Oh, ja, weet ik dat. Het ziet er ook niet echt lekker uit. Oké, okay, joh. Wat een luxe bak hebben wij, joh. Luxe auto. Ik heb alleen wat roestplekken, maar... Nee, voordat we deze auto hadden, hadden we een Ford... Wat heet die nou alweer? Explorer. Oh ja, Ford Explorer. En daar hadden we een 3-deurs van, maar we wilden eigenlijk een Ford Explorer met... 5 deurs, dus 4 deuren en de achterklep. Dat noemen ze dan 5 deurs. Die wilden we eigenlijk hebben. We zaten heel lang naar te zoeken, echt heel lang. En die kwamen we maar niet tegen, want we wilden hem ook 4x4 hebben dus. Dat die 4 wel aangedreven zou zijn, voor hier. Nou, konden we nergens vinden, heel lang aan het zoeken geweest. En uiteindelijk kwamen we deze Mercedes ML tegen. Benzine, niet geen diesel, benzine. En ook 4 wiel aangedreven. En uiteindelijk is het hem dit geworden. Toen we de proefritje hebben gereden. Is deze het geworden. En dus niet de Ford Explorer 5 deurs. Die we heel graag zochten. Want we hadden namelijk die 3 deurs. En dat was echt een super fijne auto. Reed super lekker. Hele lekkere stoelen erin. Ja, was gewoon een super ding. Hij hoeft eigenlijk niet weg. Maar ja, hij moest weg. Want we wilden een 4x4. En nou is het deze geworden. Dus Patrick is helemaal niet van de Mercedes. Dus... wist dus ook niet dat wij een interieurfilter hadden. En de sigarettenaansteker. Dus voor je telefoon op te laden en voor de TomTom en voor al die dingen. En waar je natuurlijk ook je coolbox in kan op aansluiten voor de auto. Die deed ik niet en die heeft hier nagekeken. Oh, wat een overbelichting zo gelijk. Die maakte niet zo'n goede contact meer. Dus die heeft hij even opgeschuurd. Die maakt weer contact. Maar daardoor kwam hij er dus achter dat we ook nog zo'n interieurfilter erachter hebben zitten. En als ik het goed begreep,
Oh, ik heb jeuk op mijn hoofd thuis. Is je die nu aan het bestellen, want er moet een nieuwe in. Dus dat. Nou, ik ga hier binnen nog de laatste dingen rommelen. En dan ga ik zo meteen de keuken in. Waar het nu nog lekker donker hok is. Want ja, als je er niet bent, staat een lamp uit. Dan ga ik de plaatpizza maken. Ja. Ja. Maar het uiteindelijk heeft het vandaag eigenlijk maar een halve dag echt geregend. En is het nu al heel de tijd droog. Dus vanavond gaan we sowieso de jacuzzi in. Wij gaan deze dag heerlijk afsluiten in de jacuzzi. Dus bedankt voor het kijken.
duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Zowel hartstikke bedankt. En laat een leuke reactie achter. En dan zien we je morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei doei.